Op het Meerpaplein werd gistermiddag gedemonstreerd tegen racisme. Na afloop werd burgemeester Jean-Paul Gebbe aangesproken door een inwoner. De jonge man had vragen over het feit dat hij vorig jaar bij de Sinterklaasintocht in Dronten uitsluitend Zwarte Pieten had gezien. Hoe gaat het dit jaar doen dan? Dat ga ik niet doen, ik ga daar niet over. Je gaat daar niet over? Nee, de mensen die het organiseren, die gaan daarover. Ik kan het niet verbieden, want er is geen wet voor om het te verbieden. Maar ik ga wel met de Sinterklaasorganisatie in gesprek. Okay. Eerder op de middag ging de burgemeester ook tijdens zijn toespraak al in op het onderwerp Zwarte Piet. Ik ben opgegroeid, ik ben nu 55, ik ben opgegroeid in een tijd waarin Sinterklaas nog gewoon een Zwarte Piet had en dat niemand daar ook maar één vraag bij stelde. Inmiddels zijn we 50 jaar verder en wordt die vraag regelmatig gesteld en ik moet ook aan mijzelf vragen, wat vind ik daar nou van? En ook jullie moeten je zelf afvragen, wat vinden wij ervan? Maar niet alleen bij Sinterklaas en Zwarte Piet, maar ook bij Jodenvervolging in Amsterdam of waar dan ook. Daar wordt wel misschien wat aangedaan. Laat ik zeggen dat ik erover in gesprek ga. Ja. Maar ik ga er niet op. Oké. Okay. Dan weet ik het doen. Dank u wel. Slut, ja.